De oorlog tussen Israël en Hamas doet de spanningen in het Midden-Oosten verder oplopen. Het conflict breidt zich verder uit naar Libanon en Hezbollah. Nu, het mag duidelijk zijn, de regio is een kruidvat en de spanningen blijven oplopen. Ja, Herman, raakt dat conflict volgens jou ooit opgelost daar in die regio? Ik twijfel eraan. Ik ben in mijn lang politiek leven meerdere malen naar het Midden-Oosten geweest. Ik heb Syrië bezocht, ik heb Iran bezocht, Israël uiteraard, Turkije bezocht. Maar er zijn twee, drie dingen die men niet mag vergeten. Eerst en vooral, die wereld van de islam is zwaar verdeeld. Tussen Sunnieten en Shiiten, om maar die essentiële te noemen. Nog erger dan de tijd tussen protestanten en katholieken. En die kunnen elkaar soms rauw opeten, als ik het zo cru moet zeggen. Twee, die landen zijn geen welkomstbasis voor de mensen uit Palestina. De bijna waterdichte grens van Gaza was veel meer naar Egypte toe dan naar Israël. Dus de landen van het Midden-Oosten, de Arabische broeders en zusters, zijn geen haven om die mensen die ontheemd zijn op te vangen. En je ziet dus dat het complexer is dan wat men denkt. Maar het gevaar is dat wij een clash krijgen tussen wat het Westen zou zijn en wat het Oosten zou zijn. En dat Israël door haar invloed, door haar kennis, door haar organisatie, door ook wat ze allemaal geleden hebben, dat ze heel dicht staan ook bij het Amerikaanse volk. Dat in de Verenigde Staten van Amerika de percentage van mensen met Joodse afkomst in de geneeskunde, in de journalistiek, in de universiteitsoogleraar, in de invloed- en opiniemakende kringen veel sterker is dan de mathematische vertegenwoordiging. Kijk, dat is zeer eigenaardig. Ik heb daar geen uitleg voor. De procentuele aanwezigheid van Joodse geleerden en wetenschappers in de Nobelprijswinnaars. De invloed is dus heel sterk. En op de openbare opinie in de Verenigde Staten speelt dat een doorslaggevende rol. Dus het sterkste militair land van de wereld, de Verenigde Staten van Amerika, zijn ook de broeders en zusters in verweer van het Joodse volk. Dat maakt het complex en geeft het een werelddimensie. De gevolgen die wij kunnen krijgen zijn niet alleen potentiële aanslagen van cellen die hier ook misschien aanwezig zijn. Maar de eerste bijna volkse impact die ik verwacht is de kostprijs van de benzine, de kostprijs van de aardolie. Ongeveer 50% van de aardolie van de wereld wordt gewonnen in het Arabisch gebeuren of het oostelijk gebeuren van de Middellandse Zee. Dus we gaan daar niet alleen veiligheidsproblemen hebben, maar ook misschien ook in het dagelijks leven impact. Ja, die gevolgen, die impact is duidelijk. Nu, Amerika kiest de zijde van Israël. Dat is ook heel duidelijk. Ze kunnen ook weinig anders doen met de presidentsverkiezingen die er zitten aan te komen in Amerika. Maar wat kunnen wij en wat moeten wij doen vanuit Europa? Je hoort af en toe de stem van oké, wij gaan Israël boycotten, wij gaan een druk leveren richting Israël om die conflicten te stoppen. Is dat een oplossing, denk je? Wel, er zijn moedige mensen. Hè. Ik wil dat niet luid op drie ballen herhalen, maar de Spaanse premier en mijn zoon Alexander, enkele dagen na de zware bombardementen in Gaza, zijn op de grens tussen Gaza en Israël gaan zeggen dat moest stoppen. Hè. Dat waren de eerste verklaringen die in functie zijn de premiers, hebben gedaan. Dus ik denk dat massacre moet stoppen, dat geen oplossing is voor de toekomst. Maar de fanatici aan beide kanten hebben een dodelijk en cynisch belang dat conflict niet stopt. Op een zeker ogenblik gaat daar moeten vrede komen. Maar die vrede is subtieler dan men denkt. Ik zeg het u, er is geen aantrekkingskracht van de Arabische staten voor hun eigen, laten we zeggen, broeders en zusters of neven en nichten die de bewoners zijn van het vroegere Israël. Ik heb de indruk dat wij kunnen bijdragen als Europa om daar een evenwicht te maken van verdraagzaamheid en dat conflict weggaat. Want zolang het blijft hangen, zal het effecten hebben op ons. Het ligt ver van Amerika. Het ligt dicht bij ons. En wij zullen mogelijk die gevolgen veel sneller en veel duidelijker voelen.
Ja, maar dat zal toch heel veel inspanningen vragen, ook om de ontheemden te brengen op een niveau van leefbaarheid. Wat nu gebeurt is ook menselijk niet aanvaardbaar. En ze zijn ook allemaal, die sukkelaars van het Midden-Oosten, ja, de speelbal van andere krachtdadige machten. En ik herhaal u, in de Verenigde Staten van Amerika, ik heb een jaar gestudeerd in Chicago, die een universiteit is door Rockefeller gesteund. Ja, je hebt de Joodse intelligentia, ook in de media, in de Verenigde Staten van Amerika, is veel, veel, veel sterker dan de proportie van de bevolking. Dus wij gaan daar moeten als Europa een tussenrol spelen, een verzoenende rol spelen, een ogen opendoende rol spelen. Ik denk dat wij daar een taak hebben die belangrijk is. Witrook bij de Vlaamse regeringsonderhandelaars, want er is eindelijk een nieuwe Vlaamse regering. En wat mogen we verwachten van die nieuwe Vlaamse regering? En meer nog, wat betekent dat voor u? Zometeen meer in De Week.